enthousiaste en positieve bijdrage als ambassadeur aan het netwerk van Young Professionals. Word jij 17 december tijdens de eindejaarsbijeenkomst door het bestuur aan de activiteitencommissie benoemd tot Young Professional van het jaar 2016. Oh, dus vandaar dat we hier vandaag bij jou zijn om het samen te vieren. Dan gaan we samen proosten. Ik ga niet. Gefeliciteerd. Officieel toch? Dankjewel. Dit is een big surprise. Ja, ik denk dat ik wel wacht. Dank je. Miki, guys. Dit is de founding daddy, zoals ik hem altijd noem, van deze geweldige hotspot hier. Hier vandaag allemaal samen. John is vanaf het allereerste moment betrokken bij het netwerk van Young Professionals. En door de jaren heen hebben we jou ook zien groeien als persoon, maar ook als ondernemer zijnde. Zo ben je vorig jaar getrouwd met je vrouw Claire. En ook in het bedrijf is dat een en ander veranderd. Je bent begonnen met een mooie flexplek en hier heb je nu je mooie eigen kantoor in het creatieve founder bij All. En dus ook sinds een aantal weken werknemer actief, dus dat gaat helemaal goed met het bedrijf. Daarom willen we jou ook graag feliciteren dat je wordt benoemd tot Young Professional van het jaar. Dus laten we samen proosten op wederom een mooi en succesvol jaar in 2016. WTC Young Professionals. Het is zeker wel een onderdeel van mijn hele bedrijfsvoering geweest. Ik ben in 2010 begonnen. De Young Professional begon in 2012. Dus ik was nog vrij young, fresh en green. ik heb heel veel tips meegekregen van de mentors in de oude professionals. Oh, zo goed. De zakensociëteit. Meneer Frans, I'll always remember. Mensen doen zaken met mensen en niet met bedrijven. En het is iets wat in mij heel ergens in het begin heeft verteld en daar ben ik me gewoon op blijven. How you say that? Ja, I kept that with me. Dat deed wel iets. En in elke stap die ik heb gemaakt zie ik het gewoon steeds terugkomen van ja, uiteindelijk het is een persoon binnen dat bedrijf die een klik met jou heeft en daardoor begint er een samenwerking. Je moet altijd goed je deadlines halen en goed werk opleveren en dan zo kan de relatie, zeg maar, kan het doorgroeien. It'll blossom into something beautiful. Tip die ik aan de andere young professionals zou meegeven is, ga altijd gewoon met een goed gevoel naar een netwerkbijeenkomst. Blijf gewoon contacten houden met mensen. En ja, een relatie heeft ook tijd nodig om te groeien. En niet meteen throwing away cards en morgen moet ik een business uithalen. Dat gaat niet zo. It takes time. Maar als het eenmaal komt, then it starts to flood.